elke week heb ik hier op Instagram een vlog, Loor gaat door, waarin ik laat zien wat er allemaal bij komt kijken. Als je sterker wil worden, fitter, slanker, maar eigenlijk niet sportief bent en van lekker eten houdt. Maar deze keer een speciale aflevering. Ik heb namelijk een filmpje opgenomen een paar dagen na thuiskomst van het programma Special Forces Tips. En hierin vertel ik waarom ik heb besloten om mee te doen. Ik vertel wat er misging en ik laat zien hoe bont en blauw ik was na afloop. En ja, dat kan misschien een beetje schrikken zijn, maar nou ja, dat je wel weet dat ik niet opgaf vanwege een simpele blauwe plek of zo. Enjoy! Hey, vrijdag 1 oktober. En ik neem dit op om duidelijk te maken waarom ik ben gestopt. Al op de eerste dag. Laat ik vooropstellen dat dat vooral niet mijn intentie was. Ik was zeker van plan er een paar dagen in te blijven. Ik wist van tevoren dat het ontzettend zwaar zou gaan worden. Maar hoe heftig, dat weet je echt pas op het moment dat je erin zit. Toen ik ervoor gevraagd werd, dacht ik echt, wauw, wat stoer. Dat is echt niks voor mij. Let's do this. Ik hou ervan om mijn eigen grens te verleggen. Ik heb toen ik 1,5 jaar geleden besloten om een 1/8 triathlon te gaan doen, had ik ook nooit verwacht dat ik dat zou kunnen. En toen belden ze dus voor dit programma. En dus ben ik gaan trainen. Dat heb je waarschijnlijk wel gezien in mijn vlog. Ik ging ineens push-ups oefenen. Nou, vond ik echt super tof, want dat heb ik nooit gekund. En voor de rest, squats, sit-ups, rennen, weet je, dat zit allemaal wel goed. Ik ben echt wel fit. Ik ging 100 baantjes zwemmen in 1,5 uur. Ik ging 6 kilometer lopen met 10 kilo op mijn rug. Nou, dat soort dingen. Dus ik was fit, ik was sterk. Ja, en toen begon het. We hadden een ontzettend leuke groep. Met heel veel uiteenlopende karakters. Mensen met verschillende achtergronden. De een heel extravert, de ander meer introvert. Maar we hadden één ding gemeen en dat was dat we er allemaal ontzettend veel zin in hadden en ernaar uitkeken. En dat we allemaal, twee dingen hadden gemeen, want we hadden ook allemaal best wel hard getraind volgens mij. En we gingen ervoor en we hadden het gezellig vooraf. En we hadden echt zoiets van, joh, we gaan het als team doen, we gaan het als groep doen. En we zien het wel, we laten gewoon alles over ons heen komen. En we zijn sterk genoeg, we kunnen dit. Zo gingen we erin. Nou, meteen bij die eerste opdracht begonnen met een zwarte zak over ons hoofd, waardoor je dus echt helemaal niks ziet. En dan moet je eerst 1,5 uur staan en dan vervolgens moet je nog een kwartier op je knieën zitten. En ondertussen hoor je en voel je dus die helikopter. En ik dacht echt, wow, hoe gaaf is dit? Ik had nog nooit in een helikopter gezeten. Dus dat vond ik echt te gek. En ja, op een gegeven moment word je dan dus met die zakken over je hoofd in die helikopter geduwd. En dan gaat die zak af en dan krijg je instructies. Je gaat hier staan, handen zo, en je springt recht naar beneden. Is dat duidelijk? En de eerste keer dacht ik, nee. Als je bovenin zo'n ding staat, of zit, nou, het is zo hoog. Maar ja, ik dacht, hey, het is de eerste opdracht. Ik ben hier omdat ik dingen durf. Let's do this. Dus ik sprong. En ik weet niet wat ik heb gedaan. Want de sprong zelf, ja, duurt maar een paar seconden. En ik dacht alleen maar, oh, ik doe dit. En toen heb ik mezelf dus niet recht genoeg gehouden. Of mijn kont is vanzelf naar beneden gezakt. Want het is helemaal het zwaarste punt van mijn lijf. Dus misschien kan ik er ook gewoon niks aan doen. Ik weet het niet. Maar ik ben dus keihard op mijn billen geland. Op het water. Eerst heb je dan die schrik. En dan ben je heel diep onder water. Vervolgens zwem je naar boven. En toen moesten we naar de kant zwemmen. En daarna moesten we voor mijn gevoel echt een uur in de brandende zon staan. Waarschijnlijk waren het 5 minuten hoor. Maar goed, zo voelde het voor mij. En ik dacht echt, wauw, wat heb ik pijn aan de zijkant van mijn benen, vooral mijn rechterbeen, deed echt heel erg zeer. Het begon helemaal te branden. En ik dacht, oh, ik moet in beweging blijven om de doorbloeding een beetje op gang te houden. Nou, op dat moment dat ik een beetje stond te wiebelen, hoorde ik, stilstaan! Ik dacht, oeh, stilstaan. Nou, toen moesten we nog een tijd stilstaan, nog een tijd stilstaan. En toen voelde ik me helemaal ineens licht worden in mijn hoofd. En daarna lag ik op de grond. Meteen een arts erbij, druivensuiker, kijken of alles goed gaat. Ja, en ik zei meteen, ik wil door, ik wil door. Dus ik ging door. Wat er daarna volgde, was echt verschrikkelijk. Ik moest me heel erg snel aankleden. En ik kreeg een broek aan die eigenlijk net niet paste, van heel stug materiaal. En ja, we waren natuurlijk allemaal hartstikke nat nog. Dus ik kreeg die broek niet goed opgehezen. Nou, vervolgens moesten we een of andere helling op en het water in. En weer de helling op en weer het water in. En het ging gewoon niet. Mijn benen, die wilden niet meer. Die werden helemaal stijf, gingen branden. En ik kreeg gewoon mijn benen niet meer omhoog. En toen raakte ik in paniek. Ik dacht echt, wat is er aan de hand met mijn benen? Ik ben echt wel na al die trainingen flink wat spierpijn gewend.
Ik heb wel vaker gekke dingen gedaan. Ik heb wel vaker flinke blauwe plekken opgelopen. Maar dit was echt next level. Nou ja, en wat volgde was een paar uur lang paniek. Ja, anders kan ik het niet omschrijven. Ik had echt paniek. Ik was voor mijn gevoel constant bijna aan het hyperventileren. Ik heb echt een goede conditie, maar uiteindelijk moesten we een stuk lopen met een zware rugtas op. Nou, ik liep echt te hijgen als een paard. Het sloeg helemaal nergens op, maar ik was constant zo... Omdat ik gewoon helemaal in paniek was. Nou, dit, oh, als ik er weer aan denk, word ik weer helemaal... Ik liep te zweten als een gek. En ik had zo'n pijn. En die broek zakte af. En ik werd helemaal gek. En ondertussen was iedereen van mijn team, en daar ben ik ze echt onwijs dankbaar voor, was mij dus enorm aan het helpen. Ze hebben me omhoog getrokken. Opgetild. Ze hebben mijn tas gesjouwd. Moed ingesproken. Ik was ook ontzettend misselijk. Volgens mij heeft iemand nog bijna de vinger in mijn keel gestoken of zo. Om te helpen. Nou, echt alles is gedaan. En daardoor voelde ik me nog rotter. Want ik dacht echt, ja, ik ga niet diegene worden die, het hele team ophoudt. Waardoor we dan opdrachten niet halen, waardoor iedereen het allemaal nog een keer moet doen. En toen heb ik volgens mij wel 3 keer spontaan geroepen, ik stop. Maar ja, dat was nog niet aan de orde. Plus dat ik zelf ook nog steeds dacht van, ja, misschien kan ik nog wel verder. Weet je, ik wilde het gewoon zo graag. Ik baalde zo. Ik dacht echt, nee, ik ga niet nou vanwege een pijntje hier en een pijntje daar ga ik opgeven. Ik wil gewoon door. Maar dat ging niet meer op het laatst. Het ging echt niet meer. Ik was helemaal op. Ik merkte ook dat mijn brein gewoon niet goed meer werkte op het laatst. Ik was blijkbaar helemaal uitgeput. Ik nam geen nieuwe informatie op. Ik dacht alleen maar, ik wil liggen, ik wil weg. Ik was ontzettend misselijk. Ik had enorme pijn. Ik kon niet meer. Nou, uiteindelijk heeft er dus een arts gekeken. En daar heb ik toen paracetamol van gekregen. En toen dacht ik, ja, met paracetamol ga ik het echt niet redden. En nou, toen uiteindelijk moest ik dus bij de staf komen, bij de leiders. En daar heb ik echt zitten janken als een kind, volgens mij. Want ik dacht op dat moment ook, weet je, aan wie probeer ik eigenlijk wat te bewijzen? En ik was al veel langer doorgegaan dan ik eigenlijk wilde. En ik had gewoon zoveel pijn. Er was gewoon geen ontkennen aan. En ja, het ging gewoon niet meer. En daar was ik heel erg teleurgesteld over. Maar ik was gewoon heel erg blij uiteindelijk dat ik weg kon en weg mocht. En ik bleek dus echt gigantische blauwe plekken te hebben. En het is nu 5 dagen later. En ik begin nu langzaam weer een beetje te kunnen lopen. Ik heb echt zoveel pijn gehad. Ik heb ontzettend zere billen. Ik heb ontzettend zere benen. En pas nu gaat het weer een beetje. Je moet nog steeds achterstevoren de trap af, want ik heb ook enorm last van mijn rechterknie. Gelukkig mijn goede knie, dus niet die met de gescheurde meniscus, maar die andere. Ja, ik weet niet wat ik ermee heb gedaan. En ik heb een stoel nodig waar ik mezelf aan op kan trekken, zodat ik uit bed kan komen. Wc-bezoek stel ik uit, want het is bijna onmogelijk om van die pot omhoog te komen. Ik heb echt een enorme optater gehad. En het is goed dat ik ben gestopt, want het was niet verantwoord geweest om door te gaan. En ik was bang dat ik uiteindelijk mijn benen heel raar zou gaan neerzetten, waardoor ik iets zou breken of weet ik veel wat, nog erger zou gaan blesseren. Dus het was gewoon een goede beslissing. Zal ik het maar laten zien dan? Het is nu dus 5 dagen later, dus het is al iets minder erg dan het was, gelukkig. Dus misschien schrik je nou wel niet. Oké, ik ga nu opstaan. Ik zit ook echt op een zachte kussen nu. Ik kan niet meer op gewone stoelen zitten. Kijk, dit is bijvoorbeeld een blauwe plek waar ze hem hebben vastgepakt om op te hijsen. Nou ja, op mijn arm heb ik ook allemaal plekken, zoals je ziet. Maar daar heb ik dus geen last van. Waar ik dus vooral last van heb, is dus dit. Nou, je ziet het wel. Kijk, hier. Nou, dat gaat dus best wel ver door. Hier ben ik dus echt pats mee op het water beland. En ja, het brandt nog steeds eigenlijk. Terwijl het is 5 dagen later. Maar dit is dus het goede been. Het slechte been is dit. Zie je dat? Dit is gewoon helemaal... Helemaal... Oh, als ik het zelf zie, word ik ook weer niet goed. Maar goed. Ja, nou ja, enzovoort. Dit is ook nog bruin en paars en weet ik wat allemaal. Dat zie je dan niet.
Nou, dit is toch verschrikkelijk. Oké. Okay. Ja. Nou, dat dus. Dus dan heb je een beetje het idee wat ik bedoel met dat ik best wel een grote blauwe plek heb. En dus dat ik niet voor niks ben weggegaan. Tot zover. En voor iedereen die zich afvraagt, Loor, heb je nou spijt dat je hebt meegedaan? Zeker niet. Zeker niet. Want als ik iets meeneem van deze ervaring, dan is het dat het mogelijk is om nieuwe mensen te ontmoeten waar je meteen een enorm fijne band mee hebt. Daar was ik echt door verrast dat nog kon. waar ik ook heel erg mee bezig ben ook nog steeds, is mezelf afvragen waar die bewijsdrang nou toch vandaan komt. Want ik wilde bewijzen voor mezelf dat ik sterk ben. En dat wilde ik laten zien aan mijn dochters. Maar weet je, ik kwam thuis. En mijn jongste dochter Olivia zei, mama, je hoeft niks te bewijzen. Je bent voor mij al de beste mama van de wereld. Nou ja, dat is toch het belangrijkste. Dus dat neem ik ook zeker mee. Dat ik me niet hoef te bewijzen voor mijn dochters. En voor niemand niet. Oké, ik kan mezelf heel erg voorgenomen niet te gaan staan huilen. Het is ook heel raar om het allemaal door in te spreken voor mijn telefoon. En dan een beetje te gaan zitten janken. En in mijn onderbroek rond te draaien. Maar goed, misschien zet ik dit wel online tegen die tijd. En misschien ook gewoon lekker niet. Dat bekijk ik wel. Maar goed. Ik wil dit ook gewoon documenteren voor mezelf. En nu tegen mezelf zeggen. Dat als ik dit terugkijk over een half jaar. Dat ik echt mijn best heb gedaan. En dat ik eruit heb gehaald wat erin zat. En dat het gewoon botte pech was. Dat ik zo verkeerd terecht ben gekomen. Dat ik het anders echt nog wel iets langer had volgehouden in elk geval. Maar weet je, het is gewoon helemaal oké. Ik vond het tof dat ik mee mocht doen. Ik heb veel geleerd. Vooral over mezelf. En hey, dat was de intentie, toch? Dus helemaal goed. En ik ben ontzettend benieuwd hoe de rest van de groep het heeft gedaan natuurlijk. Dus ik ga zeker zelf ook kijken. Want volgens mij hebben zij het nog veel zwaarder gehad. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar mocht je afvragen hoe zwaar is het? Het is fucking zwaar. Echt. Maar ook super gaaf. Oké, tot zover. Ik ga mijn neus snuiten. Doei. Dan stompel ik weer die kant op. Oh zeg, ik kan er zelf ook nog slecht naar kijken hoor. Ik was zo emotioneel en ik was vooral zo teleurgesteld. Ik heb nu nog steeds last van mijn rechterknie. Uitgerekte knieband volgens de fysiotherapeut. Helaas heeft dat nog even herstel nodig, maar dat komt goed. En inmiddels ben ik verder ook weer helemaal goed uitgedeukt en bijgetrokken. Dus I'm okay, maak je geen zorgen. Op naar het volgende doel, een realistisch doel. Ik heb in elk geval een goede les, een wijze les en een mooie les geleerd. Ik heb er zeker geen spijt van. Bedankt voor het kijken.